Vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, het is, voor mij is het inmiddels woensdag en ja, morgen dan gaat eindelijk ja, een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort van aftrappen beginnen voor het aankomende toffe week of toffe weekend eigenlijk. In ieder geval gaan we dan de aftrap doen van een soort, ja, een soort aftrap van de aankomende dagen. Wat in ieder geval natuurlijk heel leuk wordt. Morgen ga ik, ja, als jullie deze video kijken, ben ik als goed is al in. Als goed is ben ik dan al in het Feyenoord Stadion geweest voor de open dag. Die open dag die gaan jullie morgen zien. Want ik ga morgen, nu ik dit film, ga ik morgen naar. De open dag van Feyenoord. Ik ben benieuwd, want ik heb gehoord dat er heel weinig mensen komen. Er zijn een heleboel mensen die niet kunnen. Dus ik, ja, ik ben reuze benieuwd of dat het een beetje druk gaat worden. Ik hoop niet dat het zo'n scenario wordt als met de eerste training van dit seizoen. Want dat was echt schandalig. Er was bijna geen kip. Er was echt hele lege vakken. En ja, ik hoop dat het toch wel weer gezellig en druk wordt. Want ja, de open dag is toch een jaarlijks spektakel. Met natuurlijk de helikopter met de nieuwe spelers erin. En veel gezang. En ja, ik hoop dat het gewoon echt nog de sfeer is. Ik ben er heel erg bang voor. Maar we gaan het wel zien. En ik hoop in ieder geval dat, dat het een leuke dag wordt. Ik ben daar met Ramonski. Oh, terwijl mijn hemd helemaal. Oh, mijn hemd stik helemaal over. Ik ben daar samen met Ramonski. Ben ik daar zo. En ja, we gaan het wel zien, jongens. Ik ben reuze benieuwd wat het gaat worden. Zouden eigenlijk nog andere mensen meegaan. Maar die konden allemaal niet. Moesten allemaal gewoon gaan werken. Dus ik ben maar met z'n tweeën morgen. Ik en Ramonski. En dan ja, is het nog donderdag en dan is het nog 2 dagen. En dan gaat het 9 Pleinenfestijn weer beginnen in de Efteling. En 3 dagen en dan ga ik naar, naar de Tilburgse kermis samen met Rianne, Kevin en ook Ramon natuurlijk. En de Efteling, daar ben ik ook met Kevin en Ramonski. Nou, ja, vandaag weer hard gewerkt. Mijn buurman is vandaag jarig. Aad, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Nog vele jaren erbij. Nou, geen last meer van gekke dingetjes en zo. Weg ermee. Nou, in ieder geval, ja, mijn buurman is dus jarig. Aad, van harte gefeliciteerd. En ja, dit was even weer mijn, voor mij eigenlijk een, donderdag weg, een donderdagje werken. Want ja, morgen is het echt donderdag. Dan ben ik vrij. En dan moet ik nog 1 dag werken. En dan ga ik alweer naar de Efteling. Ik heb er reuze zin in. Ik heb gehoord dat er weer een heleboel komen. Dus het gaat wel weer hartstikke gezellig worden vanavond. Zaterdagavond op het 9 Pleinenfestijn. Ik heb weer een lekker blikje Kongstrong. Ik maak geen reclame. Maar ik drink het gewoon omdat ik het lekker vind. Als ik een slecht om suikers, maar ja, kan mij het allemaal boeien. Ik ga daar even lekker op je eten. Ik denk dat ik nog even een Planet Coaster aflevering ga opnemen. Als OBS het tenminste toestaat. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, nou, het is inmiddels de andere dag. Ja, ik heb gisteren niet meer gefilmd. Ik was helemaal kapot. Ik ben weer het bekende in slaap gevallen verhaal weer. En ik wou er net gaan opnemen en het stond ineens
Maar een van onze bazen van het werk die stond ineens voor de deur. Omdat ze hier naast zitten, zeg maar naast het trappenhuis. Daar gaan ze vandaag aan de slag. Dus het was wel heel erg grappig eventjes. Dat, ja, dat ze ineens voor de deur stonden. Was wel even leuk. Vond ik wel even grappig. En ja, over een paar minuutjes staat Ramon voor de deur. Hij kan elk ogenblik in die aanbellen. En dan gaan we weer richting Kuipen, jongens. Ik heb er zin in. Ben benieuwd of dat druk wordt. Het is natuurlijk een hele rare dag op een donderdag. Veel mensen moeten werken, dus die kunnen niet. Dus ik, ja, ik vraag het me af wie er komen. En of dat het druk is. Ja, ik ben reuze benieuwd. Ik ben reuze benieuwd. Het is wel eens een paar keer eerder door de week geweest. Toen was het wel druk. Het legt er maar precies aan of dat de mensen vrij hebben kunnen krijgen of niet. Ik zag op Facebook wel een hele hoop afwijzingen van mensen die niet konden. Maar laten we alsjeblieft hopen dat het weer lekker druk wordt en dat het weer gezellig wordt in de Kuip vandaag bij de open dag. Nou, Ramonski die staat dus zo voor de deur. En ja, wat heb ik gisteren eigenlijk verder gedaan? Ik heb gisteren eigenlijk alleen nog maar Planet Coaster opgenomen. Die hebben jullie gezien. Een bobbaan bouwen. Die heb ik gedaan. En ik wil toch eigenlijk wel weer in de toekomst dingen vanaf de Steam Workshop laten zien. En ook weer zelf dingen gaan doen op Planet Coaster. Het betekent in ieder geval wel dat het programma werkt. Dus ik kan ook weer de afleveringen op gaan nemen. Want dat zou ik nog gaan doen. Maar dat ging dus niet door. Omdat ja, ik elke keer problemen had met mijn OBS. Dus dat is wel een pluspunt. Ik kan nu gewoon gelukkig weer opnemen. Dus kan ik ook gaan beginnen aan de afleveringen. Ja, ik heb natuurlijk even hartstikke druk aankomend weekend. Dus ik denk nog niet dat er veel dingen. Dat ik nog niet echt veel dingen kan opnemen. Maar in ieder geval kan ik volgende week, vanaf een maandag of zo, dinsdag, kan ik gaan starten ermee. En dan kan ik ja, toch weer Planet Coaster dingen op gaan nemen. Want Planet Coaster blijft toch een gaaf spel. En volgens mij hebben jullie daar ook wel interesse in. Ik hoor al heel vaak van, nou joh, wanneer ga je nou weer eens Planet Coaster spelen? Dus vandaar dat ik toch weer Planet Coaster dingen ga doen. En natuurlijk de serie die ik jullie beloofd heb. Dat ik die ga opnemen. Nou, ik ga even zo even lekker een hapje eten eventjes. Want ik heb hartstikke honger. Oh, Paquito die zit met de schoenen spelen. Ik denk, wat hoor ik nou naast me? Wat ben je allemaal doen? Hey, wat ben je allemaal doen? Die moet ik ook nog even eten geven. Ik moet me eigenlijk nog even omkleden. Want ik heb even snel een t-shirt aangetrokken. Omdat ik ineens visite voor de deur had. Dus ik ga me even omkleden. Even boterhammetjes smeren. Katten eten geven. En ja, Ramon die zal zo wel komen. Dus ja, ik verwacht hem wel binnen enkele minuten. Verwacht ik hem aan de deur. In ieder geval, ja, de Feyenoord-vlog. Die zien jullie morgen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op Eerst Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En druk op het vinkje, dan druk je gelijk alle notificaties aan. En word je altijd op de hoogte gehouden op mijn kanaal. Jongens, allemaal de groeten van deze kant. Ik spreek jullie allemaal weer morgen bij de Feyenoord vlog. Bij de open dag van Feyenoord. De groetjes allemaal van deze kant. En jullie weten het allemaal. Ze gaan het doen. Ze gaan het doen. Ah, bedankt.